Tot en met 11 juni exposeren Doreen Killian en Anita Kremers met Rebellion Streams in Cultura Galerie. Welkom bij Mooi Zo. Ik teken en schilder. Tekenen doe ik liefst op papier. Soms doe ik het ook op stof. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik het moeilijk kan bewaren. Anders ik rol het op en dan kan ik het wel onder het dakpannen kwijt. Dat is een beetje de reden. En papier, ik werkte vaak op te dun papier. En afgelopen jaar ben ik op dikker papier overgegaan. Maar omdat het zo groot werk is, is het moeilijk om het goed recht te krijgen. Ja, want het geen doek, maar zwaar papier, dat wel. Maar het is veel kwetsbaarder. Ja, het is wel veel kwetsbaarder, maar als je aan het werk bent, werkt het veel sneller. Dus als je met een krijtje, houtskool of met oliepastel, kan je heel snel werken. En dat past een beetje bij mij, om het snel neer te zetten. Jouw manier van werken is ook bijzonder. Je begint eigenlijk aan de keukentafel, soms met een ballpoint. Ja, klopt. Ik moet altijd even schetsen. En dat maakt niet uit met wat voor. Het gaat erom dat het klopt, dat het aan elkaar blijft plakken. Soms als ik begin, dan kom ik nooit uit. Dan begin ik met een oor en dan langs de benen kom ik terug en dan zit ik heel ergens anders. En zodra ik dat rondje, dat is na meestal 3 of 4 keer goed heb, dan kan ik hem in het groot ook. Dus ja. Het zijn meestal mensfiguren, maar die zijn in een bijzondere omgeving geplaatst. Ja, soms kies ik ervoor voor vervreemding om de omgeving helemaal te veranderen. Dus de vrouw die je daarachter ziet, die stond op de markt. Maar die heb ik aan een meertje onder een boom geplaatst. En dan ga je veel beter kijken naar wat je aan het doen bent. De houding komt beter uit, de omgeving kan je aanpassen. En dan kan ik ook de beleiding van de achtergrond en de voorgrond op elkaar aansluiten. Dat is wel vaak wat ik doe. Is dat allemaal fantasie? De omgeving wel natuurlijk, maar de mensen, zijn dat portretten? Ik maak gebruik van foto's. Dus ik maak wel gebruik van echte mensen. En ik teken ze, ja. Je maakt dus eerst een schets en dan werk je het uit, groot. En dan ga je het invullen, zeg maar. Nou, eigenlijk dan begint het pas. Want dat is alleen nog maar het uitgangspunt. Terwijl ik bezig ben, denk ik aan allerlei dingen die ook zich voor zouden kunnen doen. Of waar ik gemeenschappelijke elementen mee heb beleefd. En doordat ik die gedachten heb, een soort droomwereld kom ik dan. Wordt het beeld op bepaalde plekken uitvergroot of sterker gekleurd. Of eigenlijk, het werk ontstaat eigenlijk pas als de basis staat. Ja, dan begint het pas. Anita Kremers, als ik naar je werk kijk en de kleding die je draagt, dan is de conclusie, je houdt heel veel van kleur. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Want kleur geeft kleur aan het leven, hè? Zo gezegd. En mijn werk is ook heel kleurrijk. En ik hou van verschillende materialen. En die combineer ik dan. En die kleur, dat is ook de verbinding met het werk van Doreen, met haar tekeningen. Mijn inspiratiebron is Joana Vasconcelos, dat is een Portugese kunstenares. En zij maakt immens grote sculpturen. En dan waan je Alice in Wonderland en die vergelijking probeer ik te maken in het klein. En mijn sculpturen zijn van textiel, omdat dat een materiaal is wat iedereen kent. Hè. We hebben allemaal kleding aan, dus dat heb je om je heen. En ik hou ook van oude voorwerpen, dus ik maak een combinatie daarvan. Het is allemaal ook gerecycled op die manier? Ja, dat staat voorop. Dus het is gerecycled en ik ga ook altijd naar spullen op zoek. Mensen mogen nooit iets weggooien. De voorwerpen zijn ook oud. Net als die strijkbank hierachter, dat is nog zo'n oude houten. Dus het is niet die je nu nog zou gebruiken. Dus het is en recycled, zowel de materialen als de voorwerpen. En die vormen, ontstaan die toevallig? Of heb je al een concept in je hoofd als je eraan begint? Hoe is dat proces? Ja, ik begin inderdaad met het voorwerp. En dan ga ik kijken van, wat zou erbij passen? Want ik hou van die dekens die je hierachter ook ziet. En dan ga ik pas kijken van, oh, is het van alle kanten wel mooi om te zien. Dus het ontstaat al gaandeweg. En je moet er ook omheen kunnen lopen dus? Wel omheen kunnen lopen. Of als het in de lucht hangt, ook omheen kunnen lopen. Als het in een huiskamer geplaatst wordt, moet het interieur er wel een beetje op aangepast zijn, neem ik aan. Want qua kleur en vorm? Ik denk niet dat je het snel in een huiskamer zou plaatsen. Ik zie het eerder in een ontvangsthal bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, en hier komt het natuurlijk ook heel goed tot zijn recht bij Cultura. Het is een enorme grote ruimte en daar kunnen mensen op hun gemak zo naar kijken. Ja. En hopelijk worden ze er een beetje blij van.
Je had het over Alice in Wonderland. Maar ik zie ook wat mensfiguren in jouw beelden. Onder andere een paar vrouwenbenen met een, hoe heet het, kousophouders. Ja. Dat is een wasmachinetrommel. En ja, alleen een wasmachinetrommel, dat is nog niks. Toen dacht ik van ja, wat ga ik daar nou mee doen? En die benen die stonden maar in mijn atelier te wachten. En ze stonden er maar. Ik denk, weet je wat, als ik nou eens combineer. Maar ja, alleen benen is dan ook net niet. En dan ga je spelen en dan ben ik met die dekens aan de slag. En nou ja, ik heb een man en die zei van, nou, als je nou eens een beetje wat uitdagender gaat proberen. Dat het werk wordt. Nou, en zo is het tot stand gekomen. En er was iemand die zei, ja, het lijkt wel alsof je twee werelden hebt proberen te verenigen in één beeld. Ik zeg, oh, vertel eens, wat zie jij er dan in? Want ik vind het leuk dat het reacties oproept van de kijker. Hij zegt, ja, overdag is ze hard aan het werk en 's avonds is ze een meisje van plezier. Ik zeg, ah. Ik zeg, nou, dat ziet u er leuk in, maar dat is niet mijn bedoeling geweest. Maar als jij dat ziet, nou, prima. Dus ik probeer wel ook een beetje humor erin te leggen. Dat is ook belangrijk in de beelden. Ja, want je kunt de beelden op verschillende manieren interpreteren. Onder andere dat grote rode geval. Dat moet een beetje aan een octopus denken. Ja, precies. Die is ontstaan omdat ik ooit een performance daarmee gedaan heb. Ik had hem op mijn hoofd. Hij zat toen helemaal in de knoop. En toen heb ik hem langzaam ontknoopt. Dus het is een, ja, je zou het ook bijna nog een slangenkuil kunnen noemen. En elke keer dus zeggen mensen, oh, die willen we erbij hebben. Want die is zo lekker vrolijk. Dus het werk kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Net wat de kijker erin ziet. Hoe zijn jullie aan elkaar gekoppeld? Is dit de eerste keer? Het is de eerste keer. Ik heb haar gevraagd. We maken allebei kleurrijk, maar ook allebei sterk werk. En als je sterk werk maakt, dan is de kans groot dat degene die met jou exposeert wegvalt. Maar wij boksen tegen elkaar op. Dus ja, ik vind zelf dat het erg leuk geworden is samen. Ja. U heeft gekeken naar Mooizo, het programma over kunst en cultuur in onze regio. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@xon.nu. De volgende uitzending van Mooizo kunt u verwachten vanaf maandag 6 juni. Kijkt u dan ook weer?